Het ziet er apart uit. De bondscoach van het Nederlands elftal komt bij de training aan in een wagentje. Gisteravond is Louis van Gaal uitgegleden met zijn fiets en daarbij op zijn heup terechtgekomen. Hij moest daardoor naar het ziekenhuis. Ja, dus iedere beweging doet pijn. Daarom zit ik in een rolstoel. Dus heel pijnlijk, lijkt me heel vervelend. Ja. Leidt dat dan erg af? Nou, op het moment dat ik naar het toilet moet wel, ja. Of in een bukkie. Dat is vrij pijnlijk, want dan moet ik bewegen. Maar zolang ik in een rolstoel zit, dan is dat niet pijnlijk. En daardoor kon de geblesseerde bondscoach ook gewoon aan het werk. Nou, de jongens willen graag dat ik blijf en de staf. Dus ja, dan moet ik blijven. De bondscoach vindt het mooi dat de spelers zo graag willen dat hij door blijft werken. Hij wordt er emotioneel van. Als spelers uitspreken dat ze graag willen dat ik doorga. Staf. Ja. Hij hoeft niet geopereerd te worden. Wel moet hij een rolstoel gebruiken. Hij zal morgen tijdens de wedstrijd Nederland-Noorwegen dan ook blijven zitten. Maar hij wil erbij zijn, want het is een belangrijke wedstrijd. Nou, als wij ons morgen niet plaatsen, dan is het finito. Dan ben je bondscoach af. Ja, dus ik wil dat ook zelf meebeleven. De wedstrijd tegen Noorwegen is belangrijk voor de plaatsing voor het WK. Als Oranje morgen wint of gelijk speelt, zijn ze gekwalificeerd en mag Nederland eraan meedoen.